feitenkoele nieuwe afleveringen. En omdat dit alweer het 10e seizoen is, pak ik extra hard uit met super vette reis. Dat je weet precies de hoe is. Gaat er. Kijk hoe bang die hele kolonie is. Oh shit, dat is een cobra. Bas, ik heb een stok nodig. Wat is dat? Lekker is anders. Als je al 2 dagen niet gebroken hebt, is dit lekkerste water ter wereld. Kijk hoe die weg daar, jongens. Kijk dit. Hebben ze. Vreeks, broederheer. Vanaf maandag 8 november, elke dag om 6:10 bij ZVPRO. Kijk het eens. Later. Holy moly, daar ben ik weer. Met een knijtersverse aflevering van Vreeks Wilde Wereld. Jullie kennen mij van de wurgslangen, leeuwengevechten, haaibijten en olifantenpoepeten. Maar dit keer ben ik afgereisd naar een van de uithoeken van de wereld. Namelijk het onbekende bergje. Een ongerepte plek vol exotische dieren. Maar nu verwacht ik hier in de bergse jungle nog niet zo snel van die mooie exotische dieren. Oh, nu we het daar toch over hebben, ik zie daar meteen al een paar mooie rode billenbavianen. Slaapster is ook weer ontwaakt. Bange Bassie. Oh, Freek, ik zie net een paar gorilla's door de bergse prairie lopen. Gorilla's zijn net iets groter en iets sterker. Dit waren bavianen. Ja, maar Freek, ze waren zeker zo angstig. Ja, dit... Kom maar snel achter mij staan, want ik zie daar meteen weer een paar mooie exemplaren aankomen.
dat hij die kant op is gegaan. Ja? Nou. Ja, toch wel. Waarschijnlijk. Moet hij gewoon op de geur afgaan. Nou ja, toch. Ik was er minimaal 3 keer per week, hoor. Nou, dan wordt het eigenlijk wel hartstikke lastig. Hé, hoe gaan we dat nou doen, Freekie? Ja. Nou, daar heb ik zo'n manier voor. Wat is de natuurlijke vijand van de poes? Oh, wacht. Die weet ik. Dat is een hond. Inderdaad. En mijn goede vriend Jaden heeft een echte speurhond. Ach, oh. Daar heb je hem. Oh, ja. Hoe heet de dog dan? Jaden, Tante Loes is haar poes kwijt. Ja. En jouw speurhond kan die zeker vinden. Ja. Hoe werkt zo'n ding? Kun je hem laten zoeken of zo? Hij zal dan naar jou luisteren. Ja, hoor. Vicky, zoek de poes. Ja, zoek. Nee joh, tuurlijk niet. Binnen 3 minuten gevonden. 3 minuten? Zo snel? Ja. Maar wat moeten we dan in de tussentijd doen? Dat is precies genoeg tijd voor een liedje. Wat denk jij, Janen? Oh, ja hoor, laat maar komen. Oh. Niemand kan je krijgen, je bent helemaal van mij. En is er een leuk feestje, dan ben jij van mij. We staan de country! Ik ga lekker in mijn carrière. Een echte tijger is dit ontzettend. Ik ga zwemmen in mijn carrière. Je kijkt me aan, wat doe je met mij? Wat een klanken. Dit zijn echt de mooiste klanken van de jungle. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Jaden Voet? Oh, daar is ze! Daar is ze! Vicky, kom. Hey, ik zei het toch, binnen 3 minuten. Oh, mijn noesje toch. Oh, poelen. Oh. Kom, ga lekker naar huis. Kijk, lekker een bakje kleur van me. Kom maar. Hop. Ja. Ja. Dank je. Hop. Ja. Oh. Wat heb je doen, Freek? Ik hoop... Een beetje rustig op je eigen hoofd. Nee joh, tuurlijk niet. We hebben al zoveel bijzondere exemplaren. Oh, when everybody's here. Oh nee. Die zijn snel, die zijn echt niet te vangen. Oh. Hey, maar Freekie, we gaan hier toch zeker niet zwemmen? Het stikt hier van allemaal van die enge beesten. Van de krokodillen en piranha's en... Kom op, Bassie. We hebben vandaag zo'n goede dag. Ik denk dat we ook nog wat zeedieren mee kunnen pakken. Wacht, ik zie daar iets. Dan hoop ik een guppy. Nee, veel groter. Een heel groot guppy. Nee,
nog veel groter. Hoor je het al allemaal? Welke lachen? Het haaienlach. Gelukkig heb je een zwembroek aan, anders had het publiek al lang je natte zwembroek gezien. Nou, Freekie, let jij maar eens op, want Bassie gaat naar huis. Nee, Bassie, je kunt nog niet naar huis, want we hebben het belangrijkste dier nog niet gevonden. Het belangrijkste dier? Wat is dat dan? Een chihuahua? Nee, veel groter en indrukwekkender. Een reus chihuahua? Nee, nog veel groter. De koning van de jungle. De baas van alle dieren. Hier in het Bergse Dierenrijk. Oh, ik zie daar wat poep liggen. Eens even ruiken of ik op het groene spoor ben. Frikkie, ga je nou ook al aan poep lopen ruiken? Kom, Bassie, ruik nou even mee. Nee, Bassie, die is van Tante Loes. Die moest net heel nodig. Kijk. Daar heb je hem, de koning van de jungle. I got the eye of the tiger. Oh. Oh, daar zit iets in, ja. De
Ik zie het! De jeugdprins! De jeugdadjudant! En wauw! De jeugdprinses! Oh, deze ogen! Oh, dat is niet geloven! Oh, ik kan het niet geloven, jullie wel! Dan gaan ze even vragen een stapje terug te zetten. En dan gaan we even ze eerst even het leeuwenpak uitdoen. Voordat dat ze zover gaan zijn, zeg maar. Probeer maar even. Ja, en dan ondertussen vragen de hoogheid, prins Paul. Had je dan Stef op een knol Geert? Om even te komen assisteren. En natuurlijk onze knallige Ineke Mout. Voordat ik het beste paard van stal vergeet. Om even ze dat weer helemaal in stijl te gaan krijgen. Zoals ze ook de carnavalsdagen zullen gaan meemaken. Ja, dames en heren. Daar staan ze dan met z'n drieën. En dan wil ik heel even graag gaan vragen aan het drietal. Hoe zij vanaf nu door het leven gaan! Dan geef ik de microfoon eerst aan onze prins. Jeugdprins Luc den Tweede! Hey. En die wordt geassisteerd met zijn rechterhand. Jeugdadjudant Jaden! Hey. Heel goed! En aan onze linkerkant, onze prins. Jeugdprinses Sophie! Hey. Heel goed, heel goed! Nou ja, dit niet alleen natuurlijk, we hebben een klein openingswoordje en daar gaan we nu even mee starten. Ons eerste woordje hier op het podium. Ons carnavalsjaar 2022-2023. Mag ik u vragen om uw aandacht voor jeugdprins Luc en jeugdprinses Sophie? We zijn onthuld. Eindelijk. Het carnavalsfeest kan daar starten en wat was het spannend om in het leeuwenpak verstopt te zitten. Ze hebben weer een hele mooie onthulling in elkaar gezet. Koen, Ashley, Joey en Paul en de jeugdcommissie. Super bedankt voor het vele werk en de spetterende onthulling. Wij vonden het fantastisch. En eindelijk mag iedereen het weten en hoeven we niets meer stiekem te doen. En kunnen wij samen met prins Paul en adjudant Stef en koningin Ineke Mout mee in de Polonaise. Onze jeugdcommissie heeft ook weer hard gewerkt en alles goed geregeld. En zoals jullie kunnen zien, staan wij er bijna allemaal in nieuwe kleding en ik in een prinsessenjurk. En wij hebben allemaal als jeugdraad nieuwe steken, een nieuwe cape en een nieuwe strik. Wij willen het bestuur van de knolrijd daar erg heel erg voor bedanken. Want dit dragen wij met trots. Wij gaan hopelijk elkaar nog vaker zien. Bij onder andere de gratis avond voor de oudere jeugd carnaparty en voor de jongere jeugd de kids carnaval. Of we gaan jullie zien bij de jeugdopkoop, bij de jeugdprongzitting. Want iedereen kan eraan meedoen en ook daar geldt gratis entree. Let op, onze jeugdprongzitting zal dit jaar 2 weken voor het carnaval zijn op zondagmiddag 5 februari 2023. En iedereen mag inschrijven, solo, met z'n tweeën of met een hele groep. Dansen, zingen, maar ook als een tong praten. Of als goochelaar. Of kan je iets heel speciaals, dan ook zeker meedoen. We gaan afsluiten, want wij mogen met z'n allen gaan kijken naar onze eigenste cicadas en dat wordt genieten. Wij hebben onze eigenste kreet. Heel goed. Super woord gesproken. Gaat helemaal goed komen dit carnavalsjaar. Met dit trio. Maar een trio zonder Raad van Elf hoort natuurlijk niet. Dus wij gaan ze nu even vragen de Raad van Elf te gaan
bij betrekken in hun feestjaar, zal ik maar zeggen. En ik geef jou even de microfoon, jij gaat hem even voorlezen. En jullie twee gaan hem even op de steek zetten. Dus jullie... Dylan van den Heuvel. Ja, super.